is een ja, heel interessant evenement wat weer betreft. Vandaag ook het water opgegaan met heel weinig wind. Kwam ineens heel veel wind opzetten. Eén race gevaren, terug naar binnen. Uurtje gewacht en weer met dezelfde knoeiharde wind naar buiten. Toch weer een race gevaren en vervolgens denken we dat we nog een race varen, maar gaat het nog een keer, komt er nog een keer een paar knopen overheen en worden we weer naar binnen gestuurd. Dus ja, het is heel interessant hier. Dit is ons tweede selectie-evenement. Het eerste evenement heeft geen van beide teams punten gehaald. Het team wat hier binnen de top 10 vaart scoort wel punten en we staan nu op een hele mooie vierde plek waarmee we veel punten scoren. Het andere team staat net buiten de top 10, wat voor ons gewoon een hele gunstige positie is. En ja, we proberen gewoon keihard te blijven varen en een zo goed mogelijk resultaat hier neer te zetten. En wat de anderen doen, ja, daar houden we ons niet echt mee bezig. Wij willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen hier en dan hebben we het in onze eigen hand.